Hallo allemaal, dit is Nicole van Nicole Tekent en ik heb weer een nieuwe video voor jullie. We gaan vandaag zeepbellen tekenen. Ik heb ze hier al liggen. En wat heb je daarvoor nodig? Ik heb zwartpapier gebruikt, kleurpotloden en twee glaasjes of iets met verschillende groottes. Ik heb glaasjes van 5 en 7 centimeter gebruikt. Het hoeft niet precies dezelfde afmetingen, maar ik zou niet heel veel groter of kleiner gebruiken. Probeer op de achterkant van het papier even uit of de kleurtjes mooi uitkomen op het papier. Dat het wel een beetje felle kleurtjes zijn. Nou, ik teken nu de 3 rondjes. Op het papier. Ik begin met de grootste, met een wit potlood. Niet te dik. Zo. En dan het kleine glaasje. Je mag natuurlijk zelf weten waar je ze neerzet. Ik doe ze even zo. Zo. En dat is dat. Wat zorgt er nou voor dat dat rondje op een zeepbel, dus een doorzichtige ronde vorm, gaat lijken? Ja, dat is vooral door die glimlichtjes, de witte glimlichtjes. En doordat je langs de rand kleurt en een klein beetje hier in het midden, waardoor de bol wat diepte lijkt te hebben. Vooral van afstand is dat mooier om te zien dan van dichtbij. Wat gaan we doen? We beginnen langs de rand te kleuren, dat witte, dat weg is. En dan laat je de kleur een beetje in elkaar overlopen. Dus je gaat met de oranje, ga je nog even over dat gele. En je zorgt dat het wit weg is. En dan kleur je langs de bol. Stukje wit. En dan gaan we door met geel. Het is niet zo'n moeilijke rij, maar het is wel leuk om zo'n bol dan te zien veranderen. Van een wit cirkeltje naar echt een zeepbel. Laat de kleuren weer overvloeien. Nou, dan doen we de tweede rondje. Ook weer over laten vloeien. Ga vooral met de ronding mee. Want dat laat zien dus dat het een ronde vorm is. Hier kan nog een extra kleurtje bij in. En zo ga je alles langs. Dit ook een kleurtje heeft. En zo vullen we hem helemaal op. De glimpartij die doen we als laatste, die witte highlights. Dus blijf de ronding volgen.
Deze kunnen er wel in. Even zien. Je pakt dus gewoon steeds verschillende kleurtjes. En dan volg je hem steeds wat meer naar binnen. Maar je blijft dus uit dit midden blijf je weg. Kijken of er nog wat opvulling nodig heeft. Die kan nog een beetje geel. Ja, en als je erop voor zorgt dat die kleurtjes goed zichtbaar zijn, dan is het gewoon een mooie kleurige zeepbel. Nou, dan ga ik nog één randje naar binnen nog. En met wit. Zo. En dan zetten we de glimmers, de glimlichten. Wie meer voor de diepte zorgen. Hier nog drie. Een rij. Dat is de weerkaatsing van het licht. De eerste bel af en dan begin ik met de volgende, eigenlijk op dezelfde manier, randjes inkleuren. Overgangen, dat je die ook meekleurt. Hou wel de ronde in de gaten en niet heel erg buiten kleurt. Dat zou jammer zijn. Dan ga je de laagje daarnaast. Vul je in. Je kunt niet ineens de bel heel anders gaan maken qua glimlichten. Want dan klopt die natuurlijk niet meer. Omdat het licht van één kant komt, moeten de glimlichtjes, die witte lichtjes, moeten dus ook op een en dezelfde plek bij alle drie de bellen zitten. Anders is het een beetje vreemd. Dus je kunt wel wat spelen met kleurtjes, dat die een ander kleurtje doet. Maar die glimlichtjes niet.
je ziet, daar heb je best vrij snel heb je zo'n 3 zipbellen staan. Het is leuk om te doen, dan leer je ook weer met kleuren omgaan. En wat die glimlichtjes nou precies betekenen. Zo met de ronding mee. De glimlichtjes er weer in. Je zou dit ook eventueel met de witte stift kunnen doen. Dan heb je ze nog wat feller, de witte stipjes. Zo, die trek ik door. En hier ook eentje. Nou, we hebben er alweer een klaar. En dan de laatste nog. Ook weer op dezelfde manier. Kleurtjes weer door laten lopen. Overlaten. En zo heb je toch vrij snel heb je een zeepbellen. En doen we de tweede laag. Ik druk best wel een beetje hard op mijn potlood, zodat ik veel kleurafgifte heb. Ja, en als je dus goed zorgt dat de potloden flink wat kleur afgeven op het zwarte papier, dan heb je mooie felle gekleurde bellen. Door met de binnen. Hou die ronding aan van de bel. Dan lijkt hij ook echt rond. Kijken.
alles nu heb. Wit. Hier wat wit. Wit. En dan de glimlichtjes. Die zet ik dus op dezelfde hoogte. En die lichtjes heb ik dus ook allemaal op dezelfde afstand, zeg maar. En op dezelfde manier geplaatst. Ik denk dat het zo wel lijkt. En vooral als je van een afstandje kijkt, dan lijken ze dus nog echter. En ik hoop dat je er weer wat van geleerd hebt. En graag tot de volgende keer. Tot ziens!